Nadat de regering de vorige week de verschillende maatschappelijke en politieke groeperingen heeft geïnformeerd over op handen zijnde projecten, was vandaag de media aan de beurt. De informatiebijeenkomst is vanmiddag gehouden in het presidentieel paleis. Regeringswoordvoerder Winston Lakin gaf aan dat de projecten waarover de pers en de andere groepen worden geïnformeerd niet in steen geschreven zijn. Dat houdt in dat er alsnog wijzigingen kunnen optreden, benadrukt hij. Verschuivingen in bedragen, in sectoren, in projecten, dus dat dit geen vaststanding is. Dus vandaar dat we u vragen van tevoren daar nu rekening te houden. Het is de bedoeling dat we na deze sessie de komende week weer met de verschillende groepen zitten om iets gedetailleerder te gaan praten met betrekking tot voorstellen die zij gedaan hebben, die deels zouden kunnen gaan uitmaken van dit programma. Het is een enorme uitdaging voor Suriname natuurlijk, een bedrag van 1,8 miljard welke met de Islamic Development Bank formeel betekent is met Suriname, is nog ver van implementatie. Er moet nog een heleboel gebeuren, dus het is heel belangrijk dat we beseffen dat dit dat we aan het doen zijn alleen maar met een gemeenschappelijke inspanning gerealiseerd heeft kunnen worden. Er zijn hele strakke regels en voorwaarden waaraan Suriname moet voldoen voordat we komen tot implementeren en concretiseren van een aantal zaken die de economie op een hele belangrijke wijze zouden kunnen ondersteunen. De directeur van het planbureau, Reinald Simons, gaf aan dat bij het narekenen van het stabilisatie- en herstelplan is gebleken dat de contractie of inkrimping van de economie niet zal zijn zoals door het IMF was voorspeld. Na de presentaties ging president Bouterse in op vragen van de pers. Maar dat de contractie een stuk forser zou zijn. En dat heeft ons een beetje ernstig bezorgd gemaakt. We hebben een alarmbel getrokken. En hebben eigenlijk op iedereen een beroep gedaan en gezegd van luister, we moeten het niveau van investeringen in de economie moeten we gaan aanmoedigen, gaan opkrikken. Om toch te proberen zoveel zo min mogelijk die economie te laten inkrimpen. We hebben daarom ook als maatregel hebben we ingelast in het stabilisatie- en herstelplan, het urgentie-investeringsprogramma. En ook de game-changing messages waar de VP naar geweest. Een van de game-changing messages was het op gang brengen van, of het opstart opereren van investuur. Om de particuliere investeringen aan te wakkeren. Omdat de bedoeling was dus sinds april. Dat we zowel de particulieren als de overheidsinvesteringen wilden aanmoedigen. Dit moment van de mogelijkheden met ISDB, denk ik dat wij als Surinamers dit met beide handen moeten aangrijpen. Ik meende het te horen zo even, dat bijna na de ontwikkelingshulp er niet meer zo'n groot bedrag hier ter beschikking staat voor de ontwikkeling. We moeten wel een aantal zaken onderscheiden. Op de eerste plaats is het niet zo dat men 1,8 miljard voor je dumpt. Men heeft procedures en men begint natuurlijk met welke projecten nationaal, internationaal, zijn bestekklaar en kunnen voorgelegd worden aan de Islamic Development Bank. Zaken die rond zijn, kunnen uiteraard snel opgepakt worden. En dan, according to the rules, gaat men de zaken zeven. Maar het proces van opstarten is natuurlijk veel korter wanneer je in feite bestekklaar bent. Dan heb je de tweede fase, waarbij er projecten zijn, laten we vrij vertaal zeggen, half bestek klaar, waar we snel aan moeten werken. De richting die we hebben aangegeven, dat het bedrijfsleven een belangrijke job hier krijgt, omdat de staat
faciliterend gaat zijn, ondersteunend, wetgeving en dergelijke. Dus die groep is eigenlijk krijgt een preponderant positie om nou eens eindelijk met productiebedrijven van de grond te gaan tillen hier in het land. Aldus president Desiree Bouterse vandaag in het presidentieel paleis. Het staatshoofd is nader ingegaan op de lening die door de Islamic Development Bank aan ons land gegeven zal worden. Ook hij benadrukte dat de projecten nog niet volledig afgerond zijn om in de uitvoering te gaan. Volgens de president is het belangrijk om de gemaakte fouten niet meer te maken.